Welkom bij weer een nieuwe spel van de dag. We hebben vorige keer volgens... Dat is echt alweer een tijdje geleden, want ik maak al opnames eigenlijk een beetje achter elkaar. Maar deze van een tijdje geleden. Bubbelshooter. En dan gaan we nu weer tikkeren. Het is geworden pack opener. Oké, dit is Coquet. Is het nieuw? Ja, Coquet is nieuw. Even voor de duidelijkheid, pack opener is gewoon voor de lol pack openen. Maar je krijgt wel weer punten voor. Je krijgt een punt voor. Kijk, je ziet dat hierboven nog steeds staat Cafayal. Oké. Okay. Not bad, 69 points. Ik vind dat wel bad. Bojan. Sibé. In vorm Sibé. Oké. Okay. Cazorla. Had ik al. Jammer. Ik heb hem wel, ik heb ook met mijn ultieme team heb ik ook Santi Cazorla. Oké. Maar laat ik mijn kaartjes eens zien. Wat ik allemaal al heb gepakt. Pelé. Laat wel even tot Hummels zien wat ik heb gepakt. Hummels is helemaal daar. Pelé. Van Basten. Nesta. Stokjof. Suarez, Netvet, Wetsch, Vira, Kluivert, Rijkaard, Neymar, Kroos, Lee Jungelberg, Donovan, Hummels, Kompany, Santi Cazorla, Di Maria, Alaba en Sturridge, ook was al veel ver. Hamsik, Pirlo, Rakitic, Martinez, Mata, Pjanic, Alba, Götze, Verratti, Hart. Oké. Maar moet je zien hoe snel Pelé is. 95 pace. Maar we hebben ook iemand die is 96 pace. Terwijl die maar 81 is of zo. Mijn beste pack, dat is al deze. Kruse, die is... 76, 81, 71 pace, oké. Okay. Ja, dit vind ik ook wel een hele goede pack. Maar ik ga weer 3 packjes openen en daarna stop ik de video. Barkley. Nieuw. Nani. En Fletcher. En de laatste... Oh, ik krijg weer kak in, hè. Sanchez, 77. En kijk hoeveel punten ik daarvoor krijg. 48. Poep. Nou ja. Dat was weer spel van de dag.